Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 17 mei van Weerplaza. Het was vandaag een mooie zomerse dag, prima om naar het strand te gaan. Vanuit de lucht zag het er zo uit: Nederland in vrijwel onbewokte toestand. Meer wolken naar het westen toe en het weer komt vanuit het zuidwesten. Die bewolking zal geleidelijk aan onze kant op gaan schuiven. Maar vanavond is het nog lang warm en vrijwel onbewolkt. Temperatuur tussen de 24 en de 25 graden bij een zwakke tot matige Zuidoostenwind. Later vanavond en vannacht raakt het van het westen uit geleidelijk aan bewolkt. En in het westen gaat het aan het begin van de nacht af en toe regenen. En mogelijk is ook onweer te horen. Met 14 tot 18 graden als minimumtemperatuur is het een vrij zachte nacht. En morgen ziet het er heel anders uit dan vandaag. Er is overwegend veel bewolking en de storing trekt langzaam van west naar oost over het land. Vooral in het oosten vallen nog enige tijd buien mogelijk met onweer en met 17 tot 21 graden in de middag is het minder warm en daarbij draait de wind geleidelijk aan naar westelijke richtingen. Dan hebben we vrijdag, zaterdag en zondag nog steeds wisselvallige condities met elke dag kans op een bui. En de temperatuur die ligt eerst rond de normale waarde van 17 graden, maar op zondag wordt het weer ietsjes warm, 19 of 20 graden. En datzelfde beeld dat zien we ook in de lange termijn terug met uh, de warmte die inmiddels al verdreven is. En de temperatuur die vanaf zondag geleidelijk aan weer ietsjes omhoog gaat. Op de maandag en dinsdag zou het weer eens boven de 20 graden kunnen gaan worden. Maar het is vrij onbestendig. Elke dag kan er wat neerslag vallen. Alleen op zondag en maandag tijdelijk iets minder. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.